Hoi, goed jullie weer te zien. En ja, hij is weer vol. Super vol. Hij is echt super vol, dus aardig wat gespaard voor een aantal weken. Want ik ga te. Dat is mijn tweede keer, geef niet. Nou ja. Een hele volle tas. Kijk maar. Flinke tas. Flinke tossie. Nou, ik pak er gewoon wat uit en dan zie ik wel wat het is. Oh. Deze hebben we opgemaakt. Dat is die Zwitser. Van Nivea zeg maar. Het is Zwitser Anti-Glit Shampoo. Deze gebruik ik voor mijn wimpers goed schoon te houden. En dan plakken ze niet aan elkaar. Hele topje. En een chloor hebben we opgemaakt. We hebben ook nog een Fleuryl opgemaakt. Ik koop altijd in de aanbieding. Waar het ook is. Oogvlies. Appiain. Kruidvat. Een Nivea is opgemaakt. Coconut oil. Vergulde hand. Dat is zo'n blok zeep voor airs, voor zich te scheren. Ik heb een Clinique Pep Start opgemaakt. Heeft ook een keer tijd. En ik heb een Alice Jones Hilarion Eat Face dinges opgemaakt. Die is leeg. En een Dreft hebben we opgemaakt. Een mascara die niet meer, nou ja, na 3 maanden, ik gebruik het 3 maanden en is het klaar. Ik gebruik het geen 12 maanden in het jaar. En ze hebben nog een D3 potje opgemaakt. Ik heb een mango papaya opgemaakt van de Normal. Moet je ook eens kijken, is ook wel eens lekker. Dit is van neppertje van de Tracamoon. Een rozemarijn refresh opgemaakt. Die wil ik maar gelijk even meepakken. Die twee. De Glow Super Elixir opgemaakt. En de Gold Collageen opgemaakt. En ze heeft een bruut opgemaakt. Een Lenore hebben we opgemaakt. Nog een Lenore opgemaakt. En ze heeft Sterrenlente opgemaakt. Ik heb een trokken shampoo opgemaakt van Rosman, geloof ik. Moet eens even nadenken. Een Shea Butter Nivea. Heb ik Ernst opgemaakt. Heb ook nog een Nivea deodorant opgemaakt. Ik heb nog een droog shampoo opgemaakt met een kleurtje erin. Die is ook nog een Gawa opgemaakt. Een mesje is opgegaan. Omega 3 is opgegaan, visolie en een rode klaver. Nou, ik moet in ieder geval zeggen, we hebben ons best gedaan om dingen op te maken. Dus dat is nog wel wat. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, dan blijf je altijd op de hoogte.